De Jean-Baptiste Preirelaan in Laeken. Op zich een doodnormale straat. Maar toch heeft het iets heel bijzonders, want het is een van de weinige plekken in Brussel waar ginkgobomen staan. En we zijn net op tijd, want tijdens de eerste koude winternacht van het jaar verliezen ze in één keer al hun resterende bladeren. En dat is niet het enige speciale aan de bomen. Ginkgobomen zijn levende fossielen, want ze stonden er ook al 200 miljoen jaar geleden in de tijd van de dino's. Maar doorheen de eeuwen stierven ze in het wild bijna uit. Tot de mens ze in China en Japan weer eens beginnen kweken, voor tempels, omdat het werd gezien als een heilige boom. Maar net omdat het zo'n oude boomsoort is, hebben ze nog een andere bijzondere eigenschap. Want je hebt mannelijke en vrouwelijke ginkgo's. En die kunnen van geslacht veranderen, om hun voortplanting te garanderen. De vrouwelijke soort die maakt vruchten aan. Maar als die vruchten op de grond pletsen, dan komt er een misselijkmakende geur vrij. En die doet denken aan braaksel. Maar ondanks dat ze heel mooi zijn en heel robuust tegen omgevingsomstandigheden, zoals luchtvervuiling of ziektes, gaan we ze door de geur van die vruchten toch minder snel aanplanten. Maar in China net wel. Want wanneer je zo'n vrucht opent, zitten er kleine nootjes in die ze daar eten als delicatessen. Ginkgobomen, ze doen iets met verschillende van onze zintuigen. Want ze zijn mooi, maar ze kunnen slecht ruiken. Maar hun vruchten kunnen wel heel lekker zijn. En je kan die kopen in een Aziatische supermarkt of vinden onder een Brusselse ginkgoboom. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brussen.be en dan ga ik misschien voor jou op zoek naar het antwoord.